sportiviteit is verzoeken in Nederland. Ja, dat is werkelijk, staat op zo'n laag pitje. En wat hebben we nu? Feyenoord, heb u gelezen? Nou, ik bedoel, jullie weten, ik ben een Feyenoorder. Hè? En dan word ik dus gewoon niet goed van mijn eigen club. Nee, dat ik er gewoon helemaal zo zie. En dat ik me dan ook schaam voor Feyenoord. Ja, want Feyenoord heeft dus laten weten dat Feyenoord voor de klassieker geen erehaag gaat maken voor Ajax. Nou, nu al. Vrienden, in Amsterdam bied ik al mijn nederige excuses aan voor dit kleinzielige gedrag. Voor dit, het is dorpsniveau, dat is het. Want waarom, goede genade, waarom zou je niet gewoon een waardige verliezer zijn? Waarom zou je niet de grootheid hebben zoals, ik noem maar een voorbeeld, Frans Beckenbauer. Ja, die verliest in 88 met Duitsland van Nederland in Hamburg het ergste wat hem kon gebeuren. En wat doet die Beckenbauer? Die gaat naar de bus van het Nederlands elftal en die gaat daar staan en die feliciteert het Nederlands elftal met het bereiken van de finale. Kijk, dan ben je groot in verlies. En dat moet Feyenoord ook zijn. Ja, groot in winnen, dat is niet zo moeilijk. En winnen, kijk mij eens. Maar als je verliest, dan moet je de grootheid hebben om te applaudisseren voor je tegenstander. En om te zeggen, fantastisch gedaan. Want dat heeft Ajax namelijk. Die hebben een geweldig seizoen gedraaid. Die hebben prachtig voetbal laten zien. En zijn zeer verdiend kampioen. Punt. En als die dan komen, de wedstrijd nadat ze kampioen worden, dan is het heel normaal dat de tegenstander dan een rijtje vormt, een erehaag maakt en daarvoor applaudisseert. Dat doen ze in Engeland altijd. Denk je dat Manchester United het heel leuk vindt om een erehaag te maken voor Manchester City? Of een erehaag te maken voor Liverpool? Nee, natuurlijk niet. Maar ze doen het wel, omdat dat een sportief gebaar is. En dat maakt je een groot verliezer. Maar bij Feyenoord lukt dat dan nog even niet. Nee, kunnen ze zich niet overheen zetten. Hoe is het mogelijk? En dat komt alleen maar al daar in dat Maasgebouw. Als het woord Ajax valt, dan beginnen al kopjes te rinkelen. En er is dus een soort aardbeving. En dan is er stress. En dan is er paniek. En iedereen in de war. Want het woord Ajax is gevallen. En over zijn ook zo bang voor hoe het legioen dit zou vinden. Oh, dan doen ze het ook helemaal in hun broek. Oh, zou het legioen het wel goed vinden als we dat doen? Een erehaag maken. En dat komt allemaal voort uit die dorpsgedachte. Zoals bij Feyenoord altijd maar bezig zijn met Ajax. Weet je, hoe doet Ajax het? Als Ajax maar geen kampioen wordt. En als Ajax maar niet verder komt in de Champions League. En als Ajax maar niet dit en maar niet dat. Hey, jongen, dat is geen rivaliteit meer. En daarom, het is ook niet voor niks dat die supporters al jarenlang niet bij elkaars wedstrijden kunnen zijn. Omdat er gewoon niet normaal wordt gedaan. Niet gewoon normaal sportief gedrag. En daarom, Feyenoord, alsjeblieft. Je hebt nog even de tijd om erover na te denken. En wees mijn club en wees sportief. En maak een erehaag voor Ajax.